Staat hij dan zo aan? Ja, volgens mij wel. Tim, wat ben je aan het doen? Ik ben in character. Ik ben even op hoogte. Maar Tim, kijk. Ze hadden toch helemaal geen camera's in 1927? Zeker niet zulke camera's. Nee, maar we maken even een trailer. Dat is leuk, dat is modern. Oh ja, tuurlijk. Sorry. Ja. Hey. Ik ben Tim. En ik ben Marlies. En Tim en ik spelen de voorstelling De Reis van de Man die naar de andere kant van de oceaan wilde vliegen. Maar Tim, waar gaat de voorstelling eigenlijk over? Ja, dat weet je toch? Ja, maar zij niet. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. De voorstelling gaat over een man die in zijn eentje helemaal alleen over de Atlantische Oceaan vliegt. Van New York naar Parijs in een heel, heel klein vliegtuig. Maar dat is toch niet zo bijzonder? Nee, ja, maar je moet je wel bedenken, het is 1927. Ja, dus? Dat is 92 jaar geleden. De wereld zag er toen nog heel anders uit. Je had nog geen digitale camera's, nog geen smartphone, nog geen computers, nog geen... Oké, nou. We gaan repeteren. Ja, kom maar aan. Wil jij ook komen kijken? We spelen in theaters, scholen, bibliotheek. Eigenlijk vliegen we overal naartoe. Ik kom eraan. Nou, en dan wil ik heel graag nog even mijn moeder bedanken. Het zijn niet de Oscars dit, hè? Kom maar. Nee, maar dat is toch leuk? Pack up, let's fly away.